is dit geschiedenis. 144.000 hits kreeg ik toen ik op het woord homohaat gegoogeld had. Als je kijkt naar wanneer de artikelen online zijn gezet, zijn de meeste niet veel ouder dan een maand. Sinds de anti-homo-wetten in Rusland zijn aangenomen, neemt het geweld tegen homo's toe. Boterhammers gaan met name jonge homo's te lijf, vaak met grof geweld. Zij voeden zich daarbij gesterkt door Poetins nieuwe wetten. Zo lijkt het een nieuwe rage te worden om jonge homo's via social network te verleiden tot een afspraakje en ze vervolgens te vernederen door een video hiervan op internet te posten. Soms wordt het slachtoffer alleen maar uitgescholden, maar soms moet hij zich uitkleden, wordt urine over hem heen gegooid of wordt roze geschilderd. Vorig jaar was het vriendschapsjaar tussen Nederland en Rusland. En op dit ogenblik spelen wij spelletjes in Sochi. De minister-president, koning en koningin moedigden ongetwijfeld heteroseksuele sporters aan. Van enige kritiek op homohaat is amper sprake. Maar ja, dit is ver van ons bed. Rare Russen. Ze denken, ken ik, dat je homofiel wordt doordat iemand het promoot. Dat het besmettelijk is of dat het er niet is als je het verbiedt. Dommigheid. Nee, dan ons tolerant Nederland. In een documentaire Homopesten schetst Frans Promet een schokkend beeld van de homohaat in Nederland. Een van deze schokkende verhalen gaat over John en Rob. John en Rob worden door hun buren met de dood bedreigd. Vieze, vuile kankerhomo's, we maken jullie dood. John is mishandeld en hun auto wordt regelmatig beschadigd. John en Rob willen verhuizen. Dit gebeurt allemaal in ons tolerante Nederland. Maar ja, dit is ver van ons bed. Dit zijn die laag opgeleide, die achterstandsbuurten, die allochtonen. Ze denken niet goed na en weten niet dat homo's niks zijn kunnen doen, dat ze zijn zoals ze zijn. Dommigheid. Nee, dan onze tolerante school. Bij ons op school hangt een bordje school zonder racisme in de hal. Wij zijn tegen elke vorm van discriminatie. En we hebben op school ook geen homo's. 5% van de mensen is homofiel? Bij ons op school niet hoor. Ik ken daar geen homo's. Er wordt wel eens keihard homo geroepen tegen medeleerling. Maar ja, dat betekent niet dat hij ook homo is. Dat is, tja, een scheldwoord. En op de muren in de docade staat Peter, homo. Maar ja, tja, dat is een grapje. Echte homo's zijn ver van ons bed. Gelukkig maar, want die wil ik ook niet in mijn bed. Verder zie ik de toekomst roze in. Bij ons is geen discriminatie, dat is geschiedenis.